Maurice Verbeunt, de trainer van Groene Ster, 0-0 in de wedstrijd tegen Westlandia. Allebei een punt. Twee punten verloren of een punt gewonnen? Nou, ik denk als je de wedstrijd bekijkt dat het van beide kanten heel degelijk was. Heel weinig gecreëerd. Dus ja, goed, ik denk uiteindelijk een terechte 0-0 stand. Toch had je Vrino Eind, helemaal op het eind, toen hij alleen op de keeper afging, gewoon eigenlijk moeten scoren. Ja, je krijgt natuurlijk wel wat kleine momentjes. Hè. De bal op de paal van Dennis Petit en inderdaad de laatste minuten van Chivrino Eind. Maar goed, aan de andere kant is Westlandia ook wel een lepe ploeg. Komen natuurlijk ook een paar keer goed weg. Dus vandaar dat ik gewoon vind dat het een 0-0 wedstrijd prima. En belangrijk, er komen ook een aantal spelers terug van blessures bij jullie, hè? Ja, dat was eigenlijk de grootste winst vandaag. Dat je ziet dat in ieder geval weer de groep compleet gaat raken. Hè. Dylan die vandaag gewoon de hele wedstrijd heeft gespeeld. Danny Sazar die terugkomt van de blessure. Shaquille, ja goed, we hadden er zeker in de eerste paar wedstrijden een paar mensen niet bij. En dat is wel de grootste winst van vandaag. Ja. Met 8 punten mooi in de middenmoot. Ja, goed. We hadden natuurlijk gehoopt om hier thuis de 3 punten te pakken en wat hoger te staan. Maar ja, goed, op zich nogmaals content met het punt. En inderdaad, mooi in de middenmoot. Ja, en dan wacht weer een nieuw bekeravontuur. En bekeravonturen en Groene Ster, dat is een leuke combinatie. Ja, de laatste jaren hebben we daar natuurlijk wel mooi in gestund en hebben we wel leuke wedstrijden gehad. En ja, ook deze week weer een fantastisch adviesje uit naar Kozakken Boys. Geen makkelijke wedstrijd, maar ja, wel iets voor naar uit te kijken. Hebben jullie het spel van Kozakken Boys al een keer gezien, geanalyseerd? Ik ben vorige week zaterdag inderdaad daar geweest. Ja, leuke sfeer, leuke ambiance om in te spelen. Spelen ze tegen Spakenburg. Ja, aardige ploeg. Maar ja, goed, tweede divisie, nu in de middenmoot. Ja, we zullen onze borst wat moeten maken. En als het zou lukken, en dan gaan we maar even gewoon vanuit om die ronde te overleven. Ja, dan zou je weer gewoon een betaald voetbalclub het toernooi uit kunnen knikkeren. Hè? Dat zou bijna normaal zijn. Ja, nou goed, normaal is dat niet. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk met Heerenveen thuis en VVV thuis en uit naar AZ al hele mooie affiches gehad. En ja, goed, daar moeten we woensdag ook weer voor strijden. En dan ja, hopelijk een vol sportpark natuurlijk. Hè. Wie zou je favoriete tegenstander zijn als het woensdag lukt om door te komen? Ja, dat is een favoriete club. Kijk, de top 4 zal er niet bij zijn in verband met de Europese wedstrijden. Dus ja, goed, dan hoop je misschien op een derby. Ja, Roda zou misschien wel leuk zijn. Het zou heel mooi zijn. Heel mooi affiche natuurlijk. Groene Ster. Maar spelen jullie natuurlijk oefenwedstrijden wel tegen Roda al? Ja, we hebben wel wat oefenwedstrijden gespeeld. Ja, de laatste 2 jaar niet meer. Maar ja, goed, het heeft natuurlijk ook te maken gehad met de coronatijd. Maar ja, goed, het zou natuurlijk een heel leuk affiche zijn, ja. Heel veel succes en ik hoop op een hele mooie wedstrijd hier. Want ik ga er gewoon vanuit dat jullie dat redden. Dat zou mooi zijn. Dank je wel.